Zet even je handen tegen de muur. Ik wil de politie zien. Luister, ik wil je even foeien. Want ik... Schuim me aan, Ellen. Hé. Ik geef niet terug, ik geef jou. Ben je beneden ook, bovenop? De jongeman bleek geen vervoerbewijs te hebben. Zei dat hij mee wilde werken, dus ik vroeg om een identiteitsbewijs. Nou, die had deze persoon niet bij zich. Dus ik heb wederom een identiteitsfouillering aangezegd. We zouden naar de afgesloten dienstruimte gaan om daar een identiteitsfouillering op hem toe te passen. De nonchalant doorbellende jongeman wordt dus even backstage genomen om daar de zaak af te handelen. Hey, als je alvast ophangt, doe ik alvast wat gegevens van je noteren en dan komt... straat 49. Zo snel ben ik niet. Ja, eenmaal daar aangekomen wilde mijn collega dus een identiteitsfouillering toepassen. Daar wilde de verdachte niet aan meewerken. De sfeer slaat om. De eerst zo laconieke houding wordt nu opgefokt. De zwartrijder wil alleen door politie gefouilleerd worden. Politie. Luister, jij mag daar straks over in discussie. Ik ga je even fouilleren. Je mag even je zakken leeghalen. Luister, ik ga je even fouilleren. Je mag even je zakken leeghalen. Je mag even handen tegen de muur zetten. Ik ga je fouilleren voor de wet op de identiteit. Zet even je handen tegen de muur. Ik wil de politie zien. Luister, ik wil je even fouilleren. Want ik... Schuim me aan, Ellen. Ik geef niet terug, ik geef jou. Meewerken? Ja? Nee. Kijk hoe je mij slaat. Kijk hoe je mij slaat. Vriend, je bent aangehouden. Je gaat op je buik liggen nu. Ja? Hoor je mij? Hoor je mij? Hoor je mij? Beurs, ook op de centrale hal. Eén verdachte. Bijna in de boeien, maar nog niet onder controle. Beurs, centrale hal. Eén verdachte. Onder controle. We gaan bellen. Geen gewonden. Geen gewonden. Duidelijk. Wij gaan bellen. Sta nu even op, alsjeblieft. Ja, ja. Je gaat gewoon meewerken, anders ga je pijn voelen. Ja. Ik wil politie zien. Kom op, ik wil politie. Hand op je rug. Wij kijken nu in de centrale hal op de beurs. Dat is beurs Noord over. Nou, rustig. Werk mee gewoon, man. Doe normaal. Op het moment dat Maurice de man wilde fouilleren, koos hij vol voor de aanval. Op het moment dat ik hem wil fouilleren, draait zich om, gaat hij ineens om zich heen duwen en slaan. Pakt hij maar bij mijn keel. Maurice en zijn collega gaan er stevig in, maar de man geeft ze weinig keus. Het was een behoorlijke worsteling, ja. En ik kon de noodoproep gelukkig plaatsen, waardoor de politie en andere collega's dan snel te plaatsen zijn. Ja, hij ging redelijk in verzet. Het is een klein hoekje, dus we hadden weinig ruimte om te spelen. Maar uiteindelijk hebben we hem weer toch onder controle gekregen en kunnen afboeien. In mijn pols, hè? In mijn pols, hè? Ik heb geen bloed meer door die strand, hè? Ja, we hebben hem in een boei moeten slaan. Die meneer bleef dusdanig verzet plegen dat er niet meer gewoon mee te handelen viel. Hij is volle bak nog aan het verzetten. Nee, luister. Hé, hey, daar kom ik gewoon door. Nee, rustig, ja? Ja. Jongeman, ja. Broeder, waarom moet hij mij filmen? Rustig toch? En jij, ik weet waar jij bent, hè? Nee, dat is wel niet goed. Dat hoeft niet, maar dat je gewoon een handboei hebt gedaan. Wat ga ik anders doen? Staan blijven. Wat ga ik nog doen? Je blijft gewoon staan, ja? Je mag pols alvast. Geen je mag niks meer doen. Je mag gewoon blijven staan. Je hoeft mij niet aan het drukken, toch? Je mag gewoon blijven staan, ja? Ondanks dat de man geboeid tegen de muur staat, denkt hij nog wel de dienst te kunnen uitmaken. Hé, hey, laat die handboeien. Mag ik opnemen? Nee. Meewerken. Gewoon blijven staan. Oh, gewoon blijven staan. Ik doe helemaal niks. In mijn hand, wat moet ik doen nog? Wat kan ik nog doen? Rustig in de hoek blijven staan, zo moeilijk is het niet. Waarom doe je zoveel pijn? Wat blijf daar gewoon rustig staan. Stress, heb jij geen scherpe spullen meer in je zak? Want ik was je aan het fouilleren. Yes. Dan arriveert de politie. Hi. Hallo. We zijn weer voor elkaar. Ja. Waar waren ze van? Hij heeft niks bij zich, dat was de aanleiding. Ik ging fouilleren voor de wet idee. En daar wilde hij sowieso niet mee werken. Dat is wederspannigheid sowieso. Heb je wel wat? Ik heb helemaal niks. Ik heb net ook... Sorry. Wat heb je net nou gezegd? Dat ik niet mee meer werken? Ik ging jou fouilleren, daar wilde jij niet mee werken. Tuurlijk mocht je mee fouilleren. Ik heb niks te verbergen, toch? Maar waarom ga je dan met ons in gevecht? Ik heb netjes toch aangegeven van dat... Maar waarom ga je dan met ons in gevecht? Je bent staande gehouden, ik ga je fouilleren met je WTD, dat gebeurt. En vervolgens ga je daar tegenin. Ja, gaat sowieso mee voor wederspannigheidsmishandeling. Dus Hij is voor jou. Yes. Verdachte gaat naar het politiebureau, wij gaan naar het politiebureau. Verdachte wordt daarvoor geleid. Wij gaan een PV van aanhouding tikken, mijn collega's PV van bevindingen.
En dan zal die voorgeleid worden aan een rechter of aan een officier van justitie. We komen naar Doelwater. Ja, is goed. Ik zie die zo. Heel, is goed, wat. Sorry, ik duwde jou weg, maar ik zag hem opeens hem naar zijn keel grijpen. Nou, ik was... Ja, hij ging ineens maximaal in verzet om zich heen slaan in dat hoekje en hij greep bij mij mijn strot. Dus ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.